Een Haarlemmer heeft tijdens de laatste sneeuwval van de nood een deugd gemaakt. Of juister gezegd, van zijn bromfiets een bromslee. Het motortje van het rijwiel drijft een wieltje aan de achterkant van de slee aan, dat op zijn beurt weer voor de voortbeweging van de slee zorgt. Het sturen vindt plaats met behulp van twee skis aan de voorkant van het voertuig. Op de besneeuwde wegen haalt deze bromslee een snelheid van ruim 40 km per uur. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft er weer een zorg bij gekregen. Want de vraag is of dit nieuwe vervoermiddel op het rijwielpad of op de autoweg thuis hoort. In ieder geval hoort het op een gladde weg. Als het nu maar sneeuwen wil.